ik stond vanmorgen op uit mijn bed. Toen heb ik al mijn dingen gedaan. Toen ging ik fietsen naar school. Ja, het was prima weer. Een beetje koud wel. Ja, ging wel relaxed eigenlijk. En ja, gelukkig heb ik wel morgen eerst uur vrij. Ja, de eerste les was mentorles. Toen gingen we balletje doen. En dan mag degene die de bal heeft praten over het onderwerp en zijn mening geven. Daar kan je elkaar beter leren kennen. Dat is wel leuk. Ik heb vandaag wiskunde, Frans en biologie en een keuzeuur wiskunde. Hallo allemaal. Ik heb nu al zin in de pauze. Vandaag hadden we beeldende vormingles. We zijn nu bezig met portretten, maar dan een beetje anders. Dan moest je bijvoorbeeld met je verkeerde hand een portret gaan tekenen. En daarna moesten we hem inkleuren, zodat het nog uiteindelijk een beetje mooi wordt. Dat is al heel goed. Ik heb een keuzeuur wiskunde ingepland omdat ik nog extra hulp nodig had. Ja, ik vind keuzeuur best fijn, ja. Dan kan je altijd voorbereiden op een toets of zo. Op maandag dan hebben we bandklas. Dat vind ik erg leuk. Dat is een NSG extra activiteit. Ja, en daar oefenen we gewoon samen spelen in een band en zo met andere instrumenten. Dat is heel erg leuk. Als ik thuis kom ga ik eerst mijn huiswerk maken, daarna ga ik gamen en daarna ga ik met de hond spelen. Als ik thuis kom van school, drink ik soms iets. Dan ruim ik mijn tas op, ga ik naar boven, huiswerk maken. Ja, daarna gewoon uitrusten.